Rolschaatsen is topsport en we zijn vandaag te gast bij het NK in de topsporthal in Almere. Dit idee was al heel lang was het er en het is eigenlijk heel actueel. Alle vluchtelingen die er op dit moment zijn, het probleem dat er is. Wij hebben dat geprobeerd te vertellen, de reis van de vluchtelingen, eigenlijk de oorlog die komt, paniek die er is. En vervolgens de tocht naar een nieuw begin en eigenlijk niet durven en uiteindelijk dan toch een beetje blij te durven zijn en te hopen. Nou, ik vond het heel actueel en ik vind het heel mooi hoe nu alles tot stand komt eigenlijk. Nou, niet zozeer mooi, maar meer indrukwekkend hoe dat op dit moment speelt. Het heeft een hoop indruk bij mij en ik denk ook bij heel veel andere mensen. En ik denk dat het nog heel lang een groot probleem blijft. En ik hoop dat ik hiermee een klein beetje het gevoel van die mensen die daar zo in zo'n vluchtelingenkamp zitten heb kunnen weergeven. Heb je het gevoel dat je de emotie kon overbrengen op het publiek? Het was heel stil, dus ik denk het wel. Ja. 9,5. Mooie score. Ja, genieten. Echt genieten. Alleen maar blij zijn en... na al het harde werken is dit wat je wil bereiken en het is gelukt. Dus een feestje nu al. Is het een beetje vergelijkbaar met kunstrijden op de schaats? Ja, daar kan je het heel erg mee vergelijken. Wat we nu zien is een soort Holiday on Ice, alleen dan in wedstrijdverband. Maar we hebben ook vrijrijden en dat is echt als het kunstschaatsen op ijs hetzelfde. Weet je hoe deze sport leeft in Almere? Niet echt. Nee, we hebben 10 verenigingen in Nederland en niet in Almere. Dus het is leuk als er een vereniging zou komen in Almere, want de locatie is echt geweldig. Almere lokaal.